En het is vandaag zondag. Ik ben hier samen met Blondie en... Dit heeft mijn moeder helemaal aangedaan hoor. En daarachter loopt mijn vader samen met Verona. De stapmolen daarvan de motor is caduc. Dus dan maar even zo. Blondie, ik en mijn vader en Alice. Alice die is nu heel eventjes in de auto. We gaan zo samen wandelen. En het is nu wat lichter. Dan gaan we terug naar huis. Elisa en mijn moeder ophalen. En dan gaan we weer dingen doen. Inmiddels terug naar thuis. Ik ben hier samen met Alice even aan het wandelen. Om maar even een plasje te laten doen. Alice, ik en mijn vader die zijn kapot. Wij gaan nu naar huis toe. Even op de bank zitten. Even eten. En dan gaan we weer naar stal toe. Ik ben inmiddels weer op de manege. Nu samen met Elisa. En Vroontje. En Boris. Oef. Ik heb balkjes neergelegd. Een klein sprongetje en een cavaletti. Daar gaan wij overheen lopen. Gewoon voor het leuk en om soms iets anders aan je hoofd te hebben. Dat is ook wel heel erg fijn. Dus dat gaan wij nu doen. En natuurlijk normaal rijden. We zijn er inmiddels af en ik heb Boris zijn deken opgedaan, zijn staart ingevlochten. Nu gaan we homer, we gaan hem opruimen. Homer, we gaan opruimen. Tapjes geven en dan naar huis. Ja! Yeah! Rick was in 2009 al helemaal video's aan het maken, kijk. Dat deed hij met zijn Nintendo. Maar ook gewoon stiekem. In de klas. Of ja, een oog. Want waarom niet? Musical van Rick. Kijk dan. Te schattig. Het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag. Ik ben op stal. De paardjes staan in de stapmolen. Boris en Tino gaan zo in het paddock. Ik ga nu even de hapjes maken. En we hebben ook iets nieuws. Even kijken of er niemand binnen is. Wacht even. Dankjewel. Ik ben lekker buiten. Boris! Tino blijft achter me aanlopen. Boris! Mijn twee favoriete jongens. Hoi! Oh, jullie zijn mijn twee favorietjes, ja? Nou, alles liep anders dan anders vandaag. Oh, daar is ze. Dus ineens kwam ik in een soort tijdsnood. Dus Vroon die heeft vandaag een, nou ja, gaat wel bewegen, maar niet heel veel doen dag. Het is even niet anders. Ja, soms lopen dingen gewoon anders. Dus ik ga er toch wel eventjes laten draven galopperen, maar verder wordt het niet heel veel meer. Want ja, de tijd zit er alweer bijna op. Want ik had logeerbak gereserveerd. En ja, ik zeg, toen gebeurde er allemaal van die dingen die je niet wil. En werd ik te lang aan de praat gehouden. Dus ik heb nu nog maar 20 minuten. Dus tegen de tijd dat ik haar van een deken eraf gehaald heb. Eventjes een borstel overheen gehaald heb. En een logeerzingel omgedaan heb. Ja, is de tijd op. En aangezien het nu minder fijn weer is. Wil natuurlijk iedereen lekker binnen logeren. Dus dan moet ik het doen met de tijd die ik heb. Dus we gaan gewoon even met een deken op zelfs. Nou, die zou ik eraf kunnen halen hoor. Met zijn therapiedeken. Dus misschien ook wel lekker. Dus dit is de Power Turnout Therapie. Dus die is fantastisch. Zeker voor heerlijk oude paardjes. Maar Blondie heeft hem ook gewoon op hoor. Het sportpaardje. Dus wij gaan eventjes wat doen. Nou, vooral eraf. Kom maar.
persoon die wordt gelijk jolig. Kom maar, Macy. Even een klein beetje bewegen, vrouwtje. Ja, alles hoor je klatteren. Goed zo hoor, vrouw. Er komt allerlei jeugdigheid in er ineens naar boven, geloof ik. Er moet gegalopeerd worden. Maar dat mag. Lekker hoor. Is dat fijn? Goed hoor. Knappe pony. Het is donderdag. Tess op zo'n springles met Blondie. Ik zit op vrouw. En Tess is nu met Boras. En we gaan even rijden. Duurt lang. Maar ja, goed. Ze gaan dingen. Het is vroeg donker. Dat ook nog. Pak is wel helemaal recht. Dat is wel weer lekker. Tess is keurig met Boras aan het trainen. Hartstikke idee. Maar wij niet. Wij zijn vooral aan het kijken wat de kinderen aan het doen zijn. Maar ja, daar ben je ponymoeder voor. Maar... keurig zou ik zeggen. Maar ze missen Daan ook wel een beetje. Daan is natuurlijk ziek geweest, heeft corona gehad, weinig les gehad. Eigenlijk geen, ja, een keer online. Het was een soort paddedeur was dit. Dan sluipen er toch zo even wat dingetjes in en dan geef je niks. Gewoon bij. Gaat toch keurig, meisje? Hey. Doe je goed hoor. Zo, inmiddels klaar met rijden. Het is op zo'n springles en daar zit ik heel even op te wachten. Ja, het een beetje heet is. Zo, ja. Goed zo, geeft niks. Goed zo. Even stappen, Tess, even een hand veranderen. Probeer nog meer op te letten. Kijk, je doet eigenlijk twee dingen. Je gaat eerst te veel zitten en dan te veel liggen. Ja. Weet je dat nog van 2 weken geleden? Oh. Niet remmen met je tenen, dus. Weet je dat nog van 2 weken geleden? Van een video. Ja? Weet je nog ook wat ik er toen bij verteld had? Ja. Wat dan? Dat ze eerst naar beneden toe gaat. Ja. En dan omhoog gaat. Ja, ja, ja. En als je veel mee zit, dat ze dan een soort uit de hand raakt. Zeker ook voor een deel. Maar weet je ook nog het stukje van het restaurant wat ik had uitgelegd? Ja, ja, precies. Dus je wordt niet, je gaat niet zeggen van... ik blijf hier zitten totdat ik een tafel heb. En dan, wauw, die tafel is van mij. Nee, je bent daar heel licht zo. Ik ga dat toch. Dit ziet er ook leuk uit met die jas zo, hè? Wat er dus een beetje gebeurd is, eigenlijk op... op de eerste balk doe je dit. En op de sprong doe je dit. Ja. Eigenlijk ben je allebei uit balans. Want ik vergeet dit nooit meer zoals dat Bianca dit toen heeft voorgedaan voor Robin. Zorg dat je altijd dit kan doen. Als ik zo zit, dan gaat het niet. En als ik zo zit, dan ja. Gaat het ook niet. Dus zorg dat je altijd, daarom is het ook, en dan komt ook Roos daar weer bij, hè. Dus niet, ik heb dat ook altijd verkeerd gedaan, gewoon, dat zie je nu weer, hè. Dat je niet de beugels onder je tenen doet. Want dan, als je op je tenen staat, dan gebeurt dit. Ja. Dus zorg dat je, daar waar je tenen stoppen aan de achterkant. Als je daarop staat, dan kan je zo blijven. Ja. En daarin, dan kun je hem ook ontlasten. Want zo heb ik geen balans, want zo kan ik niet meer omhoog. Dus belast ik mijn paard. En zo heb ik weer geen balans, dus belast hem eigenlijk weer paard. Ja. Dus probeer daardoor altijd die druk op de bal van je voeten te houden. Die weet ja. Je waar die zitten? Ja. Als je je voet hebt, kijk, dan heb je hier van die kussentjes. Ja. Die kussentjes achter je tenen hier, eigenlijk hier dit hele blauwe stuk bij mij. Ja. Dat zit helemaal achter mijn tenen. Dat is, dit is grappig, dit zijn paardrijsokken, hè? Dus dit is ook dikker. Want ze weten dat je hierop steunt. Dus dit stuk, kijk, dit zijn allemaal mijn tenen, dat grijze. Ja. Dit blauwe, dat is eigenlijk de bal van je voet. En hier, dit kietelt. Ja. Maar hier niet. Ja. Dus daar zit die beugel. Ja, daar kan je eigenlijk het beste, nu ga ik je schoen nooit meer aankrijgen. Daar kun je eigenlijk het beste je balans houden. Ja. Rechtsom doen we hetzelfde. En zelf ook ontspannen. En nu al voelen dat je die bal van je voet hebt. Dat je een soort kan galopperen alsof je zadel heeft. Zo, ja. Heel goed.
Zo, ja, goed zo. Mooi die hals sturen. Ontspannen, ontspannen. Goed zo. Nog een keer. Ik denk dat je het nog beter kan. Goed zo, en mooi recht. Heel goed. Nog één keer, Tess. Even weer stappen. Het mooiste zou zijn als je in draf aankomt, galop, één galopsprong, galop, één galopsprong en dan daar drie maakt. Kijk wel Mieke dan. Recht, hè? Dus niet te veel door hoofd naar rechts. Ja, goed. Heel goed. En recht. Heel goed, Tess. Terug. Ja, goed. Zo even een voltetje maken daar. Kijk. Ja, en laat je mee. Goed. Heel goed. Super. Naar voor kan brengen. In het verhaaltje basculeren hebben we het dan over, hè? Dat je de haar de lengte geeft om die vrouw te maken. Hier even rust en stap. Goed. 1, 2, 3. Keurig. En recht en dan moet je gaan op. Ik heb net springen. Kom je hier? Ja. Ik heb net springles gehad samen met Blondie. Het ging echt heel erg goed. Nee, Blom, die luisterde goed naar mij. Ja, ook al hebben we één keer sprong helemaal omver gegooid. Maar net zoals bij de eerste keer springen, is het net zoals met de volgende sprong. Gewoon met vallen en opstaan. Nu gaan we Blom die afzamelen. Hapjes geven, Blom, Boris en Gino nog even loszetten. En dan gaan we slapen naar huis toe. En toen was het ineens vrijdag en hebben we geen beeldmateriaal voor deze weekvlog meer. Dat heeft ermee te maken, zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, dat we tot onze enorme verdriet afscheid hebben moeten nemen van Boris. Daar krijgen jullie later een video over. Gaan we het allemaal echt serieus wel uitleggen. Maar het was heel plotseling en heel heftig. Dus ja, dat moeten we zelf even verwerken. We moeten het een plekje geven. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben en dus even geduld hebben voordat dat hele verhaal naar buiten komt. Volgende week zul je begrijpen dat er ook niet heel erg veel weekvlog zal zijn. We doen ons best om natuurlijk wel iets te filmen. En we doen ook ons best om een weekvlog te maken. Maar ja, je zult begrijpen dat het moeilijk is, emotioneel is en dat het dus wat minder makkelijk is om alles op beeld vast te leggen. Het hoort ook bij influencers zijn. Niet altijd leuk, maar het is wel zo. Voor nu wil ik jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg!